voor het gemak de DNR noemen. Dat is de afkorting voor de leerlingen die mij kennen. Dus we gaan nu de DNR oefenen. De DNR, trucje voor de leuk. Kijk goed, je begint lekker met hoog houden. Je wacht het juiste moment af. Hup, en je gaat weer door. Je zag dat de truc in één keer lukte. Is natuurlijk niet altijd zo, is mooi meegenomen. Maar even in slow motion laat ik jullie zien. Op het moment dat ik de bal de laatste keer tijdens het hooghouden omhoog speel, laat ik hem recht naar beneden stuiteren op mijn linkervoet, dus op mijn standbeen. En die zet ik een beetje schuin neer. Dus je ziet dat ik mijn tenen optrek richting mijn schenen. Dan laat ik de bal daar opstuiteren en tijdens het omhoog komen haal ik mijn rechterbeen eroverheen en ging weer door met hooghouden. Ik heb het nu vanuit het hooghouden gedaan. Is dat te moeilijk of lukt dat je nog niet? Kun je natuurlijk ook de bal vastpakken in twee handen. Je gooit hem met een klein boogje omhoog. Want dan krijg je hem iedere keer goed aan en dan laat je hem elke keer op je voet stuiteren met je tenen omhoog. Belangrijk is wel dat je je voet op straat zet. Heel veel leerlingen of spelers die trekken hun voet los van de straat. Dan krijg je een andere truc. Dus je zet je voet echt neer, tenen schuin omhoog en je hebt een trucje voor de leuk. Heel veel succes met oefenen.